ze gaat hem helemaal alleen doen. Hoi, welkom allemaal bij deze nieuwe video. Mijn naam is Jana. Ik ben superopa, nog steeds. Achter de camera staat Romy. Hallo. En we zijn weer compleet. Ja! Wat ben ik hier blij mee. Dat is lang geleden, hè? Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Nou, zoals jullie hebben gezien, ben ik eerst geworden op mijn bondskampioenschap. Daar was jij ook bij, dus in ieder geval weet je dat zeker, al. Zeker. Dus het is tijd om iets nieuws te leren. Er komt nog wel een wedstrijdje aan, trouwens, over een paar weekjes. Ja, dat klopt. Klopt. Vertel even. We hebben nog een meerkampfinale in Ahoy en twee toestelfinales in Ahoy, balk en vloer. En dat is in het Sportpaleis. Ja, dus je moet nagaan, zometeen, hele zaal vol, 20.000 mensen. Jana. Dat zie ik een beetje anders. Nou, er zijn misschien wel twee mensen die voor Jana zijn, misschien wel. Zullen we wat gaan doen? Ja, oké. Ik bedoel dat we reus hele draai gaan oefenen. Kijk, dat is duidelijk. Nou, dat gaan we op deze manier oefenen. Let op. Ja. De bedoeling is dat ze vanuit die handstand zo helemaal rond gaat. En vlak voor de handstand komt de eerste halve draai, de ondergreep. En dan in de handstand komt het tweede stukje. Daar, halve draai door. We hebben de ligger van de lage ligger eruit gehaald. Dus je gaat nu aan de hoge ligger reus maken. Heel zo lang zwaai. En dan moeten de voeten moeten een beetje bol boven komen. Anders kan ze niet draaien. Jaan gaat nou opgooi handstand, reus en dan uit de tweede reus gaat ze proberen de halve draai te maken. Maar voor de handstand moet de halve draai eigenlijk klaar zijn. Dus dan zit ze in ondergreep in handstand. Voor de mensen die filmen, zo sta ik in mijn... Lekker! Dit is allemaal energieverspilling. We hebben dit gebouwd, zodat superopa mij een beetje kan helpen. Ja. Cameraatje loopt. Actie. Take. Los. Het is net best wel goed gegaan en we gaan nu dat blokje weghalen en ze gaat hem helemaal alleen doen, zonder het blokje en ik ga er ook niet bij staan. Dat gaat ze nu doen, let maar eens op. Dun, dun, dun. Als je nu kon voelen hoe hoog de hartslag van Jana was, nou, ratata, ratata, ratata. Hele draai heb ik toch alleen gedaan en inderdaad, zoals superopa al zei, als je mijn hart had kunnen voelen, ging wel even. Maar de laatste was het best en ik heb gewoon iets nieuws geleerd, dus daar ben ik super blij mee. Dus volgende training gaan we dit maar weer oefenen. Dit was de video alweer, hopelijk vonden jullie hem leuk. Wat moeten ze doen? Duimpje omhoog. En volgen. Tot de volgende. Doei. Doei. Ik heb iets nieuws gedaan. We hebben een heel leuk nieuwtje. Waar zitten we nu naar te kijken?
camera. Ja. En wat is dat voor een camera? Een zwarte. Nee, een oude. Een hele oude. Oh, en ja. Wat hebben wij nou gedaan vanochtend? Ik kan wel iets bedenken, maar vertel het eens. We hebben een nieuwe camera. Gekocht. Kijk, zie je dit beeld? Dit beeld, zeg maar. Dat het gewoon net niet helemaal lekker scherp is. Ja. En ook een beetje zo dat elke keer dat er gefocust wordt op iets anders dan jezelf. Ik denk dat ik het zie. Die dagen zijn voorbij. Ja, die dagen zijn voorbij. We hebben een nieuw speelgoed. Leuk. Bijna nieuw, want het moet nog door de brievenbus naar ons. Nou, dat doen ze hopelijk niet door de brievenbus.